Goedemorgen, de afdeling radiologie. Ik mocht binnen helaas geen fotootjes maken. Een beetje flauw, gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar dit is niet het Erasmus, jongens, dit is het UMCG. En waarom ben ik hier? Ik heb de laatste, zeg maar, 2-3 weken continue hoofdpijn. Dat kan wat verschillende oorzaken hebben. Dat kan te maken hebben met het opgezette lymfeoedeem, dus vocht zeg maar in mijn hals, waardoor je aders wat afgedrukt worden en dat kan weer vocht geven, dat kan weer hoofdpijn geven, noem maar op. Maar bij longkanker is het ook niet onaannemelijk dat je ook tumor in je hersenen krijgt. Dus al die factoren een beetje bij elkaar heeft de longarts hier in Groningen besloten om toch even een MRI te maken. Dus die MRI-scan heb ik net gehad. Dus het is even afwachten wat daar dan uitkomt. Het is natuurlijk altijd zo dat als je door zo'n ding komt en bij de dokter bent of bij de tandarts of bij de weet ik veel fysiotherapeut, dat de klachten dan minder zijn of weg zijn. Nou, dat is voor mij natuurlijk ook weer het geval. Hoofdpijn is vanaf gisteren wel weer wat afgezakt. Het kan raar zijn natuurlijk. Ik heb maandag natuurlijk weer die kuur gehad. Dinsdag weer bij de fysiotherapeut geweest, bij de oedeemspecialist. Oedeemtherapeut bedoel ik. Oedeempleisters op mijn hals gehad. Dus dat kan ook allemaal weer positieve effecten hebben gehad. Je weet het allemaal niet. Maar goed, beter even gewoon door de scan, zodat je dan gewoon ook 100% weet waar je staat. Goed of slecht, maar goed nieuws is mooi. Maar ook slecht nieuws is in ieder geval beter voor je mindset. Omdat je dan ook wel weer weet waar je aan toe bent. Dit even als tussendoor vlogje. Maar ja, goed, het weerhoudt mij niet om zaterdag samen met die ouwe op pad te gaan naar Spanje. Met Lydia samen om met de camper naar een tocht te maken naar Santiago de Compostela. En dat maak ik en mijn pa niet op de camper, in de camper, maar op de fiets. Dus ik neem de mountainbike mee en mijn vader de racefiets. En dan gaan we even rond de 800-900 kilometer zal het zijn ongeveer van de ene kant van Spanje naar de andere kant van Spanje fietsen. En Lydia gezellig met de camper daarachteraan. Of vooruit iedere dag van campingplaats naar campingplaats. En gaan er gewoon twee gezellige weken van maken. Met hopelijk iedere dag een mooie fietstocht. Dus er staat wat voor de boeg. Ik verwacht in de loop van de week ook de uitslag. Ergens begin volgende week de uitslag van deze scan. En als ik die heb, dan zit ik in Spanje. Hoop ik goed nieuws te krijgen. Hou ik jullie op de hoogte. Dus vanmiddag even de camper ophalen. En dan gaat Lydia en gaat de dingen mooi lekker inpakken. En dan zaterdagochtend of vrijdagavond weg. En dan op pad naar het mooie Spanje. Nou, tot zover dan weer dit nieuws. Fingers crossed, zoals altijd. We gaan uit van het goede resultaat, maar je weet het maar nooit met deze ellende. Dus dat was het eigenlijk voor vandaag. Dan drink ik lekker een bakje koffie weer. En wij gaan jullie de komende 2 weken op de hoogte houden van een geweldige uitdaging in het mooie Spanje. En niet vergeten te zeggen dat ik vanavond alle mensen van het schaatsteam ICO en alle sporters en begeleiders en sponsoren en noem het maar op van deze schaatsploeg wil ik veel plezier wensen bij de Wine and Dine Meeting als voorbereiding op een trip naar de Olympische Spelen in Beijing in februari. En ik ben uitgenodigd door een van de sponsoren, Stijl 26, Jurjan Zijlstra, om met hun daar naartoe te gaan. Dat is natuurlijk een enorme, geweldige belevenis zal dat zijn. Dat je dat nog maar meemaken, zeg maar.
En ook geweldig dat Jurjan mij daarvoor heeft uitgenodigd. Niet niks. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus helaas kan ik er vanavond dan niet bij zijn omdat we richting Spanje vertrekken. Maar ik wens jullie allemaal heel veel plezier vanavond. En aan de schaatsers trap hem aan. En vol gas op naar Beijing. Succes en later.